Toen ik gisteravond hoorde van de raketinslag in Polen, waren er eigenlijk twee gedachten die meteen door me heen schoten. De eerste was niet te snel oordelen. Laten we eerst even het Sinterklaasjournaal afwachten. Daar gebeuren wel gekkere dingen de laatste tijd. Misschien is dit een vergelding voor het laten zinken van pakjes Boot 12. Had Polen daar iets mee te maken? Misschien heeft Sint met zijn vliegtuig het luchtruim van Wit-Rusland geschonden en is de afwerking in werking gebracht. Of misschien zijn de cadeautjes voor Taghi... per ongeluk uit het vliegtuig gevallen en ontploft. Je weet nooit welk scenario ons vanavond weer te wachten staat. De tweede gedachte die door me heen schoot was: arme Mark Rutte. Die gaat hier weer een flinke kluif aan krijgen. Sinds vorige week denk ik eigenlijk bij al het nieuws aan Mark Rutte: verkiezingen in Amerika, klimaattop in Egypte, WK in Qatar. Ik denk alleen maar. Arme Mark Rutte. Dat komt door de belofte die hij vorige week gedaan heeft. Er moest een nieuwe asielwet komen om te zorgen dat gemeenten meer gaan doen om mensen op te vangen. En de VVD wilde daar ineens toch niet meer mee akkoord gaan. Ze waren bang dat mensen straks fatsoenlijk worden opgevangen en dat zij daar dan verantwoordelijkheid voor zouden dragen. En dat krijgen ze natuurlijk nooit uitgelegd aan hun kiezers. Uiteindelijk moest Mark Rutte er in een spoedvergadering aan te pas komen en die deed toen een belofte om ze over de streep te trekken. Als de VVD-fractie akkoord zou gaan met deze wet, zou hij er persoonlijk voor gaan zorgen dat de instroom van asiel. Asielzoekers omlaag gaat. En het verbaast me al ruime week hoe weinig aandacht er is voor die belofte. Het is nogal wat. En nou weet ik wel dat Mark Rutte een man is met veel internationale contacten, dat hij Engelse les heeft gehad van Louis van Gaal en dat hij dus veel voor elkaar kan krijgen. Maar hier heeft hij zijn hand misschien toch een klein beetje overspeeld: de instroom van asielzoekers omlaag krijgen. Om het even niet in dat afgrijzelijke jargon te zeggen, zorgen dat er minder mensen naar Nederland vluchten. Daar zijn maar twee mogelijkheden voor. Nee, drie. De eerste is om Nederland te laten verwijderen van Google Maps, uit alle VN- en EU-databases te doen alsof het al is ondergelopen, met ze allen onder tafel te kruipen en heel stil te blijven zitten in de hoop dat ze ons gewoon niet meer kunnen vinden en dan maar ergens anders naartoe gaan. Hoop gedoe wel en veel praktische problemen. Een andere optie is alle landen in de wereld veroveren en annexeren zodat de hele wereld Nederland is. Want dan is iedereen al in Nederland en kunnen ze hier ook niet meer naartoe vluchten. Hebben we ze mooi tuk, maar ook dat is een hoop gedoe en zou mogelijk op enige internationale weerstand kunnen stuiten. Dat betekent dat er nog maar één optie overblijft: zorgen dat mensen niet meer hoeven. Te vluchten. Zorgen dat er geen oorlog is, geen klimaatrampen, geen dictators, geen hongersnood, geen onderdrukking, geen mensenhandel, geen armoede, geen terreur. Nergens meer op de hele wereld. Het is een krankzinnig ambitieus streven, maar het is de enige manier waarop je de belofte kan doen die Mark Rutte gedaan heeft. Anders zou het namelijk gewoon een goedkope leugen zijn om zich onder een acuut probleem uit te lullen en de consequenties met loze beloftes voor zich uit te schuiven. En is dat hoe we Mark Rutte kennen? Oké, okay, ja. Maar hé, hey, mensen kunnen veranderen. We moeten hem een kans geven. En ik moet zeggen, ik heb het idee dat hij er wel echt serieus werk van maakt. Ik zag hem op de klimaattop in Egypte. Ik zag hem op de G20 top in Bali. Ik zag hem gisteren ernstige statements maken over de raketinslag in Polen. De man weert zich drie slagen in de ronde om zijn belofte aan de VVD-fractie waar te maken. Hij moet de instroom stoppen. En dat gaat nog een flinke klus worden, maar hij gaat ervoor. En ik heb er vertrouwen in. Mark Rutte is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een VVD'er. En ik heb het gevoel dat er weinig dingen zijn die VVD er zo intrinsiek motiveren als de angst voor asielzoekers. Ik verwacht drastische maatregelen voor het klimaat. Vegan bitterballen, havercappuccinos op het volgende VVD-congres, waar ze allemaal met het openbaar vervoer naartoe komen. Allemaal vanwege dat ene goddelijke streven. Geen asielzoekers meer. We doen het voor ter apel. En zo zie je maar. Je kan je verzetten tegen vreemdelingenhaat. Je kan boos worden over onmenselijk beleid. Maar je kan dus ook denken: we gebruiken die hele anti-vluchtelingen-vibe gewoon om stiekem een mooiere wereld mogelijk te maken. Ik weet niet welke linkse activist is geïnfiltreerd in het kleine cirkeltje rond Mark Rutte om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik zeg: lekker gewerkt. Ga zo door. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.